Zij participeren nu eigenlijk aan deze gebeurtenissen waar wij zo trots op zijn als AOC die wij kunnen organiseren. Het is voor hun, voor de jongeren, voor de scholieren, allemaal pre-examen, klassen van HAVO en VWO, is het een uniek moment om even mee te mogen genieten van wat wij al jaren zo met de AOC doen tijdens deze conferenties. Even lukken aan de boezemende wijsheid van de universiteit. De genomineerden zijn inderdaad Sabine Palmer, Anja Bergkamp en Laura Gennissen met de Koerdische droom. Power in China in the Spratly Islands. Oftewel Caroline van der Plaat en Daniel van der Plaat. En de derde die genomineerd is, noemt aan de man in nucleaire noodplan Vincent de Voorde en Adrian van der Plaat. De dames die gewonnen hebben, dat zijn de Koerdische droom. Ja, ik vind het vooral ook zo leuk dat wij gewoon heel veel plezier hadden in het maken van het proefwerkstuk zelf. En dat het dan leuk is dat kennelijk andere mensen dat toch ook leuk vinden om te lezen. En echt heel erg onverwacht ook dat we dit hadden gewonnen. Ik had het echt niet verwacht.